Deze fiets heet de Supercommuter. Dit is de Supercommuter 8S. En dat is dus een snelle e-bike die we hier ontwikkeld hebben. Zoals je ziet, deze e-bike onderscheidt zich vooral door zijn prachtige design. Het is een hele sportieve fiets die ontwikkeld is om gebruikt te worden met hogere snelheden. En als je kijkt qua innovatie en integratie, dan is het een topfiets. Je kunt bijvoorbeeld de brede banden zien, die zorgen voor een comfort. Het is een heel stijf frame, dus de fiets ligt echt heel solide op de weg. En dat zijn een aantal punten waarbij de fiets zich echt onderscheidt. Nou ja, los van het feit dat het heel erg mooi is om hier in de bossen te fietsen, is het natuurlijk ook heel mooi als mensen op de fiets naar hun werk gaan. En specifiek met deze fietsen gaat het dan ook nog wat sneller. Zullen mensen misschien eerder de auto thuis laten staan en op hun fiets naar het werk gaan. En daarom sluit dit bedrijf wel heel mooi aan bij Harderwijk. Nou, wat wel spannend is van deze fietsen, is dat zij echt die kruising zijn, zoals Christianne net ook zei, tussen de auto en de normale fiets. En 45 km per uur gaat. En dat maakt het wel leuk spannend. Spannend omdat het voor verkeersveiligheid voor deelnemers echt wel wennen zal zijn om een fiets die zo snel gaat in te kunnen schatten. Aan de andere kant wordt het ook echt een alternatief voor de auto en het openbaar vervoer om op lange afstanden ook een heel nieuw vervoersmiddel te hebben. We zijn een wereldwijd bedrijf, dus de mensen hier hebben samengewerkt met productspecialisten in Amerika om tot een complete integratie en nieuw innovatief product te komen. We hebben net een stukje buiten de bebouwde kom gefietst. Dat houdt in dat we verplicht brom- en fietspad fietsen. Zoals je hier kan zien naderen we nu de bebouwde kom. En dat houdt in dat het hier overgaat in een verplicht fietspad en dat de bromfietsers op de weg moeten. En aangezien wij met zo'n snelle e-bike, een speed pedelec, onder de categorie bromfietsen vallen, zijn we nu verplicht om de rijbaan te gaan gebruiken. Dus vanaf dit bord gaan wij met onze fiets op de rijbaan. Dit is ideaal als je van Harderwijk naar Amersfoort wil of van Harderwijk naar Zwolle. Want deze fiets brengt je daar heel snel. Maar juist in die binnensteden en op die rotondes moet de fiets zich aanpassen. Maar moet het voor mensen ook duidelijk zijn wat voor type fiets het is. Je moet minimaal 16 jaar zijn. En daarnaast moet je in bezit zijn van een geldig rijbewijs AM. En dat is een bromfietsrijbewijs. Ja, we zijn sinds 2 jaar zitten we op het bouw- en infrapark aan de Centuurbaan. Daar zijn we gevestigd in Harderwijk. Wij zijn verantwoordelijk voor de hele Benelux. Dat betekent dat wij aan alle fietsenmakers in de Benelux leveren die trek uitleveren. Als je kijkt in Harderwijk, dan kan deze fiets gekocht worden bij Profiel Wigge en bij Buik Totaal Schraveres.